ايو هذا ابراهيم واي واي ايو اخت المانو واي واي بوسي في بيتك واي واي اكتي في تيك واي واي negativiteit, wai wai, geen tijd voor, wai wai, heel wegen door, wai wai, Brian Floor. Jawel, 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 daar zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Hey Wilo, hebben we er zin in vandaag? Ja. Waar zijn we vandaag? Utrecht. Utrecht? Ja. En wie voetbalt hier bij Utrecht? AZ. Kom weer op bij AZ. Wie voetbalt hier bij FC Utrecht? Je bent hier ook een keer geweest. Ja. Yassine. Yassine en Joep. Ja. Die voetbalt hier. Maar, Wilo is vandaag uitgenodigd. Je mag bij de jeugd van FC Utrecht gaan kijken. Dames en heren. Wat is deze man aan het doen? Hey, vandaag ben je uitgenodigd door... Emin. Emin. Laatst gingen wij Rotterdam, gingen wij ballen uitdelen, weet je nog? Ja. Met Rakko. Met Rakko inderdaad. En toen gaven wij ineens een bal aan Emin, niet wetende dat Emin bij FC Utrecht voetbalde. Nou, zo kwamen we een beetje in contact met elkaar. Ineens krijgen wij een bericht van jullie zijn van harte welkom bij FC Utrecht. Dus wij gaan daar nu naartoe. Ze hebben een dikke wedstrijd. Weet je tegen wie FC Utrecht gespeeld heeft, Bilal? Ja. Tegen... Ja. SM. Wat? Wat zei jij? Nee, ze spelen tegen Ajax. Ajax? Ja! Dus we gaan nu, vandaag gaan wij kijken. En mensen, vooral abonneren. We gaan nu richting de 10k. Het wordt nu serieus menens. Wilo wordt overal herkend. Nou, je ziet, ik ga niet langer praten meer. Dus abonneren, delen, liken, praten erover. Want wij zijn echte, 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 echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Tijd. Positiviteit. Aardige ditch. Zo. Nou Emin, het zou mooi zijn als je hier later gaat voetballen, vriend. Meneer! Nee, kom. Wilo, kan niet. Wilo, die wedstrijd gaat zo beginnen, we zijn al laat. Nou, we zijn hier aangekomen. Jawel, jawel. Jawel, jawel. Alles goed? Zijn we lekker. Salam. Deze ja. Hey, de best. Dag Wilo. Hi. Alles goed jongen? Ja, goed. Goed? Ja. Gaan we doen. Jullie kennen elkaar nog niet, hè? Nee, we kennen elkaar nog niet, hè? Ja. Wat vandaag gebeuren? Goed jou? Ja. Ja, welkom bij FC Utrecht, man. Ja. Vind je het leuk? Ja. Ja, ik ook. Goed. Wat zijn zijn kwaliteiten? Waar is hij goed in? Wie? Die medespeler. Hij is goed in inzicht. Inzicht? Hij is een van de beste in ons team. Hij is ook goed in technisch. Kan hij soms goed passeren. Hij is aanvoerder, maar nu niet meer. Ja, maar ik zeg eerlijk, het zijn aardig wat complimenten, vriend. Krijg je gewoon gratis. Wat zijn zijn sterke punten? Dribbelen, passeren, techniek. Komen die allemaal uit Utrecht, of niet? Professie, bijna allemaal. Jij komt uit Amsterdam? Oh nee, oké, dus dit ligt een beetje gevoelig voor jou hier zo. Hè? Ja? Ja. Hij is snel. Panda. Nee, cheetah. De achternaam is jagen. Hij jaagt de prooi. Hij moet de prooi jagen. Kunt u ons uitleggen? De beste trainer. Waarom altijd tussen Utrecht en Ajax altijd zo'n soort van strijd is? Ligt dat aan de trainers die van de jeugd al vertellen van hé, het is Ajax? Ja, het is en blijft Ajax Utrecht, hè? Vanaf de senioren al en hier bij de jeugd ook natuurlijk. Dat is bizar, hè? Ja, dat is bizar. Moeten deze heren moeten er veel voor laten om de top te bereiken? Moeten zij er veel voor laten? Kijk, als je talent hebt en je wil graag de top halen, ja, dan moet je er wel veel voor laten, denk ik. Want ik merk heel veel spelers die ik op straat tegenkom, die hebben ontzettend veel talent. Maar dan vervolgens denken ze dat ze alleen met dat talent het gaan redden. Denk je niet? Wat zou je ze als trainer willen adviseren? Dat je altijd met de gedachte op training moet komen om beter te willen worden. En niet altijd de beste willen zijn, maar de beste willen worden.
Ik denk dat dat een goede instelling is. Ja, duidelijker kan je niet zijn. Duidelijker kan je niet zijn. Oh. Dankjewel. Nou, Emin. Ja? Zitten we dan, vriend? Het was wel echt speciaal dat Bilal jou vorige keer had uitgekozen om jou een bal te geven. Ja. Hè? Wat dacht jij toen? Wat ging er toen in jou om? Ik vond het duidelijk heel leuk, want ik wou een foto met Raarko maken. En daarna gaat Bilal in de bal. Voelde je nog specialer? Ja. Maar wat ik echt heel mooi aan jou vond, is dat jij echt dankbaar was. Je ging hem echt knuffelen, je was echt oprecht blij. En oprecht zei jij van echt super bedankt, het kwam uit jouw hart. Ja. Toen dacht ik, hé, dit is wel een unieke jongen. En ik had toen nog helemaal niet het idee dat je bij FC Utrecht speelde, totdat je het zelf vertelde. Ja, en ja, prachtige doelpunt. Ja. Zo. Nee. Hé, hey, wat is dat nou? Niet hè? Nee, vriend. Utrecht. Utrecht. Ja, kan toch niet, hè? Hij is gewoon voor Ajax. Nee, is toch niet normaal? Oh! Ja. Ajax weggescoord. Maar ik ben wel gewoon benieuwd, hoeveel energie kost het jou om uiteindelijk de top te willen bereiken? Heel veel, want je moet op tijd naar bed, goed slapen, je moet goede voeding eten. En je moet allemaal dingen, soms kan ik ook niet naar een verjaardagsfeestje, omdat ik dan trainen heb of wedstrijden. En is dat dan erg als je niet naar verjaardagsfeestje, ben je dan verdrietig of? Ja, ik vind het wel jammer, want het leek me wel leuk als ik naar een verjaardagsfeestje mocht gaan. Maar ja, voetbal is dat dan wel. Vind je het ook niet van de wedstrijd? Ja. Ajax zit er bovenop, want die kunnen kampioen worden. En Utrecht moet wat velder zijn in de duels. Dat is voor Ajax. Ja, maak allemaal wel eens een fout. Weet je wie hij is? Wie dan? Marokko. Ja. Ja, precies. Wat is de papa van? Emin. Ja, papa van Emin. Hoe lang speelt hij Emin nu al bij Utrecht? Tweede jaar. Ja. Hoe was het voor hem dan om bij Utrecht te spelen? Ja, het was fantastisch natuurlijk. Altijd voetballen. Op het moment dat hij kon lopen, is het eerste wat hij deed is een sinaasappel uit een mandje pakken. En daarmee gaan voetballen in de woonkamer. Ja, serieus. Het was niet zo dat jij als vader hem een soort van pushte om te voetballen. Het kwam gewoon echt uit zichzelf van nature. Nee, pushen moet je niet doen, want dat is dan korte termijn. Want dan is het structureel, gaat het dan fout. Dus hij houdt van van voetballen en dat doet hij graag. En ik steun hem daarin. Emin in balbezit. Ja, prima gedaan, Emin. Oh, wat een bal. Ja, nee. Ja. Oh, Emin. Nee. No. Ja. Ja, hey. Ja, vriend. Ramos! En nog eens Ramos! Hoe denk je dat het voor jouw ouders is? Ik denk soms ook wel vermoeiend, want soms moet je heel vroeg opstaan en dan is het weekend voor me. Dus ja, ik denk dat het soms wel vermoeiend is. Ben je ze dankbaar? Ja. En zeg je wel eens wel dat je van ze houdt? Ja. Of nu, dat zeg je eigenlijk een beetje tussen je oren, een beetje... Nee, ik zeg het eigenlijk soms, als we op de bank zitten. Zo. Ja, gewoon mama kan voor je. Wat geef je dan? Hoe ben je? Ja. Ik dacht, wat geef je Ajax, oh. Nee, ja, nee. Ja! Ja! Hey, wat is dat nou? Nee, vriend, wat is dat nou? Prima gedaan hoor. En dan Emin. Oh! Oh!
Wow. Wow. Ja, die staat erop, dames en heren. Ja, ja, die staat erop. Hallo allemaal. Wat een mooie wedstrijd vandaag. Wat een mooie wedstrijd vandaag. Dit is de kampioen. Ja, gewoon Ajax. Simpeler kan het niet. Bam, bam, Ajax. Goed, man. Ja. Hè? Ajax. Wat is er gebeurd, Bilal? Wat is er gebeurd? Hè? Wat is het nou? Jongen, jongen, jongen. Als je zo was, vind ik dat je echt rustig kan zijn op degene die naast je staat in de verleden. Inderdaad, zonder dat ze het weggeven. Maar dit is wel wat het team is. Dit is wel wat we moeten doen. Dit is wel hoe we wedstrijden horen te spelen. Wij zijn echte, echte, echte. Hey Emmy, alles goed? Ja. Hoe voel je eventjes zo naar de wedstrijd? Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik verloren, maar ik gun het je wel. Ja? Uiteindelijk was het verdiend misschien wel, hè? Ja. Hoe heet hij? Dit is Emmy. Emmin, ja. Weet je nog, je had hem nog een bal gegeven met de Rakka. Ja. Ja. En toen heeft Emmin jou uitgenodigd. Maar weet je wat helemaal lullig is? Hij is gewoon voor Ajax. Ben je voor Ajax? Ja. Ben je niet voor, was je niet voor mij? Nee. Nou, één ding is die wel, hij is wel eerlijk. Ja. En wat zou jij andere kinderen van jouw leeftijd willen meegeven? Want heel veel willen natuurlijk profvoetballer worden. Je moet heel veel talentendagen doen. Want ik ben uiteindelijk gescout door Utrecht. Omdat ik, dat was mijn zoveelste talentendag. Toch? En je moet goed luisteren naar je ouders. Van je moet deze voeding eten. En nu naar bed. En, ik mag meer. Ik wil honger. Dat is goed, ik ga dan snel naar je quiz. Ja. Wij maken hem zo meteen al. Wat ben je aan het doen? Hey! Party. Ja, dat gaat heel snel hier hoor. Hij is goed hoor. Hij mag nog. Hij gaat dansen. Nou jongens. Ja. Ineens staat die camera er. Eerlijk hè. Wie is het grappigste van het team? Deze man, hij is serieus? Ja. Want... Hij is nooit druk, hij is nooit druk. Hij alleen zo! Maar kijk, als je naar hem kijkt en mij en hem en hem, dan weet hij dat hij eten. Ja, ga je eens een beetje sla eten? Nee, grappig maar. Kan jij één moment in dit seizoen opnoemen wat je eigenlijk misschien wel het mooiste moment vond? Ja? Dat we al kampioen werden. Ja? Ik denk wel het mooiste goal van het seizoen. Ja? Kun je die kort beschrijven? Ja, het was tegen Pek Zwolle. Ik had 1-2 mannetjes gedood. Ik dacht, ik was ja, er is alles op. Ze kwam tot de middenlijn. Ik schoot van de middenlijn zo op de keeper heen. Zet hij de lat erin. Ja? Dat is geen grap. Oh, Bilo. Oké, wat is beter, eten of Ajax? Ajax. Toch wel? Oké, geef maar terug dan. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar hoe de trainer dit allemaal heeft ervaren. Dus we gaan even de trainer opzoeken. Ik heb ontzettend veel talenten gezien bij jou in het team. Vandaag volg ik dan toevallig Emmin. Maar wat ik al zei, ja, superveel getalenteerden. Maar wat zou je in het kort over Emmin kunnen vertellen? Wat is het voor type jongen? Emmin is een jongen die heel veel plezier in het spelletje heeft. Dat straalt hij ook altijd uit. Hij heeft elke dag zin om te voetballen. En hij wil ook heel graag leren. Hij is, volgens mij slaapt hij ook met de bal. Hij is ongelooflijk met het voetbal bezig. En ja, dat maakt hem een hele fijne speler om mee te werken. En daarnaast
beschikt Emin over bijzondere technische kwaliteiten. En dat maakt hem wel echt een speciale speler en een speciale jongen. Ja, nou, het lijkt me mooi als hij over 10 jaar ongeveer daar in het stadion speelt. Ja, dat zou fantastisch zijn. Daar werken we. We hebben voor Mien een leuk cadeautje, dus je mag even naar voren komen. Mag hem openmaken? Ja! Ja! Even kijken. Zo. Wat is aan de hand, Emin? We hebben taart. Waar? Waar dan? Hier. Wow. Is helemaal de mooiste. De mooiste staat hier. Dat vind ik de mooiste. Deze boskrullen. Zo. Ik heb hier een kruis. Maar weet je wie de knapste van de knapste is? Ja. Dat is deze hier. Nee. Ja, het begint met de aan en eindigt met min, zeker? Ja. Hey, wat doe je? Nee, joh, waar is je blouse? Nee, joh, gekkie. Kom, je blouse aantrek je. Jongen. Ja. Weer mis! Weer mis! Hey, serieus! Het is toch niet normaal? 3! Kijken naar de boys! Jawel, jawel, dat zijn we weer! Jawel, jawel, mensen! Ja, we zijn in Utrecht. Ja, we zijn bij Utrecht. Hey, mensen, ik wil jullie in ieder geval meegeven dat vandaag echt een super, super toffe dag heb meegemaakt. De boodschap van vandaag is dat je kan, iedereen wil profvoetballer worden of zanger of wat dan ook. Maar al deze jongens die jullie hier zien, die werken keihard om uiteindelijk hun doel te bereiken. En het komt niet zomaar, je speelt niet zomaar bij FC Utrecht, je komt niet zomaar bij de top. Dus deze mensen doen het echt goed op school en tijdens het voetballen. En uiteindelijk hopen we dat ze allemaal profvoetballer worden. Hey. Zoals we altijd zeggen, wij zijn echte, echte, echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Hey, dankjewel mensen. Alleen maar liefde. Arrivederci. Alleen maar liefde. Why why? Alleen maar liefde. Why why? Yo het Ibrahim. Why why? Yo het Bilal. Yo het Ibrahim. Why why? Yo het Bilal. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brain flow.